Goed dames en heren, welkom bij een nieuw van mijn kanaal. En vandaag gaan wij YouTuber Fortnite leren spelen opnieuw. En we zitten vandaag met de enige echte serial gamer. Die is daar weer, Kevin. Let's go, Kevin. We gaan even winnen, hè? Bro, easy, easy. Maar ik heb een vraag. Dat is de eerste vraag die ik eigenlijk gelijk ga stellen. En dat is, hoe lang is het... Wacht, wow, yo, waar gaan we heen? Zullen we... hierheen? Is goed, ik heb geen idee waar dat is. Oké, okay, prima. Let's go. Mijn vraag is gelijk aan jou. Wanneer is het laatst geleden dat jij dit spel hebt aangeraakt? Oké. Ik heb het speciaal moeten downloaden voor deze video ook. Je had het verwijderd. Ik heb hem verwijderd. Ik denk 3 jaar wel. Ja, echt ongelooflijk. Ik heb 3 jaar niet aangeraakt. Heb je gewoon geen 1 potje een keer gespeeld? Geen 1. Nee, echt niet. Ik weet het echt. 3 jaar niet. Want daarvoor heb je het... Wat heb je toen... Maar het was je ook goed of ook niet? En was je gewoon een beetje... Ja, ik was een beetje normaal, weet je wel. Ik was nooit de pro. Oké. Maar je kunt wel... Kun je wel iets bouwen? Kun je wel... Ja. Ik kan dat wel. Maar je moet de rest van mij wel leren nog. Dus oké. Ik heb hier 1 iemand. Huppatee, dood. Dat is alleen. Dat was heel snel. Ah, dat moet ook. We pakken even een goede winnetje. Het zou gek zijn dat ik de meeste kills nu pak, trouwens. Als dat jou lukt, dan geef ik aan een van de kijkers gewoon 50 euro. Okay. Dus ze zeggen, doe je best. Dan gun je gewoon een van de kijkers even 50 euro. Is iemand bij mij? Bij jou nu? Ja, ergens boven in het gebouw. Oh ja. 1 gehit. Zo! Ik weet wat er holy shit! Nog. Ik heb er 1! Ik heb er 1! Man raakt 3 jaar geen Fortnite aan en maakt gewoon even zijn skill weer. Ja, met jou erbij, hè? Voel je al vereerd? Ik voel me heel vereerd. Eerste potje na 3 jaar. Laat ook gelijk gewoon even het eerste potje na die 3 jaar gewoon even een win voor jou pakken dan. Ja. Dat zou het mooiste zijn. Dat zou het allermooiste zijn. Er is een auto trouwens. Ja, hier onder ons volgens mij. Oh, hier loopt hij. Hij is white. Dood. Zo. Nice. Hij heeft goed gereden. Dit doen we goed. Ik voel gewoon echt de win gelijk. Ik voel gelijk een win. Ik voel gelijk een win. Oké, let's go. Ik heb nog een shield voor je. 1 mini potion. Nice. Volgens mij ging zo, toch? En ik weet het naam. Nee. Goed. Wat is er ook gebeurd? En wat voor seizoen zijn we eigenlijk? Ik zeg je eerlijk, ik weet ook allemaal niet meer. Dames en heren thuis, als jullie dit momenteel kijken, laat weten in de comments welk seizoen we momenteel zitten. Volgens mij in seizoen 2. Nee. ik weet het ook niet eens. Ik volg het allemaal niet meer, joh. Kijk, dat is handel. Dankjewel. Ik weet er niet zo heel veel van. Ik weet ook niet wat voor map we nu eigenlijk spelen. Dus je moet maar eigenlijk wel een beetje carryen. Die carry gaat zeker goed komen, dat komt goed. Of misschien moet ik jou carryen, daar gaan we achter komen. Als jij mij carryt, dat zou wel heel ziek zijn. Dat zou echt oprecht heel ziek zijn. Maar je doet vanavond nu GTA, toch? Alleen? Alleen GTA 5, ja. Dus vandaar dat ik er ook eigenlijk niet echt... ik weet ook helemaal niet wat voor seizoen we zitten of hoe alles werkt. Dus... Nee. En het mooie is ook, dames en heren, jullie zien gewoon, jullie kijken momenteel naar 2 Friese YouTubers, hè? Ja. Ongekend. 2 Friese YouTubers, ja. Ongekend. Dat had je niet verwacht, nee. Dus SO naar iedereen die momenteel kijkt, die in Friesland woont. Jullie zijn niet alleen, Holy shit! Die komen erin. Waar kwam hij vandaan? Ik heb een git. Ik geen idee, hij zat op de... Oh, hij kan best wel bouwen, man. Gooi granaten. Oh, ik heb hem gehit. Nice. Shield nu nog eens. Wat? Hij zit nog boven. Bouw! Oh, je kan nog bouwen, joh! Ja, een beetje. Ik ga erin. Oh, cracked! Oh, zoveel concentratie wat hij heeft nodig. Holy shit! Ja, ik heb hem. Je hebt hem, nice! Ja, wat gebeurt er hier nou? Hij kwam ineens vanuit de lucht ofzo. Ik zeg je eerlijk, wat hij hier heeft geplaatst, ik zou niet weten wat hij hier heeft geplaatst. Wat is dit überhaupt? Hè? Als jij ondertussen dat gaat doen, dan ga ik er wel even die drop ding. Dat er even een big pot uitkomt. Ik heb geen idee wat het allemaal is, joh. Ik zeg je eerlijk, ik heb laatst iets meer FIFA gespeeld dan Fortnite, maar wat? Geen idee, grapple, geloof, wat is dit? Oké, de hele wereld is ook een beetje veranderd. De vorige keer dat ik hier was, denk ik, hebben we eigenlijk nog Tilted Towers? Even nog Tilted Towers. Die hebben we nog wel. Ja, zeker. Ja, die is er nog wel. Oké. Dat is het enige wat ik nog weet. Was dat 3 jaar geleden ook dan? Ja hoor. Oh, wacht. Jij was echt... Wacht. Die tijd dat Tilted is weggegaan, dat heb je helemaal niet meegemaakt, of wel? Ik weet het niet meer. Het is zo lang geleden. Dat is wel lijn. Dat is wel iets te lang geleden. We zijn nog wel gewoon 35ste nu, hè? Ik zeg het van tevoren al. Dit gaat hem weer worden. En dat gaat hem ook worden. Dit gaat hem weer worden. Dit gaan we gewoon doen. Dit gaan we klaren. Ja. Alleen, ik moet wel even een big pot hebben. Jij ook. We hebben allebei voor 100-100. Ja, dat is wel slim. Dat zal top zijn. Oh, die tornado komt naar ons toe of zo. Wat is dat eigenlijk? Kan die pijn? Of kan die pijn? Doen, wou ik zeggen. Zo, gaan we erin of niet? Hoezo? Jij moest het mij leren. Jij moet dit mij leren. Oh ja, dit is een tornado inderdaad. We kunnen erin. Oké, gaan we kijken wat het gaat doen, oké? Ik heb echt geen idee namelijk. Kijk, je gaat omhoog zeg maar. Dat wist ik. Oh, ja. Maar je valt niet dood naar beneden. Nee, je gaat niet doodvallen. Nee. Dit is allemaal chroom. Ja, chroom. Maar wat is dat dan? Ja, dat is... Dat is geen idee wat het is. Ik heb echt geen idee. Je vliegt gewoon omhoog en dan kan je zeg maar omhoog gaan en dan kun je vliegen. Oh, nice. Dus laten we gaan naar de cirkel. Naar de cirkel. Ja, wel zo handig. Kijk. Dat weet ik dan wel weer nog. Ja, heel goed. Ja. Maar heb ik weer iets geleerd, hè? Ja, dat je daarin kan. Dus, je hebt mij weer wat geleerd, inderdaad. En nu dus, ga als ik jou als je nog meer vragen hebt, dan roep het maar. Ik weet alles namelijk over Fortnite. Laten we een beetje hierheen gaan. Okay. We kunnen misschien in Le Strauss Lagoon gaan. Volgens mij als je deze boom omhakt, krijg je ook meer hout of zo. Ja, klopt. Je krijgt wel fout, ja.
Ja, ik weet het niet hoor. Dit is allemaal nieuw voor mij. Ja, voor jou is het allemaal al weet. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dit seizoen nog niet heel veel gespeeld. Dus voor mij zijn ook een paar dingen wat nieuw. Omdat FIFA ook uit is gekomen, heb ik dat iets meer gespeeld dan Fortnite op dit moment. Ja, oké. Dames en heren, als jullie nog een leuke update weten. Of weten jullie iets leuks over dit seizoen? Belangrijke dingen voor Serial of voor Kevin. Dan laat het weten in de comments. Dan gaat Kevin even alle comments doorlezen. Dan kan hij straks weer. Heeft hij goed bedrijf voor Fortnite? Dan weet ik wel alles. Ja. Maar stiekem is dat ook nodig wel voor jou hoor. Eigenlijk heel stiekem. Doe ik het eigenlijk voor mezelf. Ja. Hey, ik heb een gouden sniper trouwens. Kijk, en hier moet je, als je sleutels hebt, dan... Oh, die had ik blijkbaar, denk ik. Ik kan je hier openen dan. Heb je sleutels of niet? Nee, ik heb geen sleutels, nee. Oké, als je sleutels hebt, kun je die zeg maar openen. Die raak ik altijd kwijt. Ik heb dit nog nooit van mijn leven gezien. Ik moet je heel eerlijk zeggen, vroeger raakte ik ook altijd kwijt sleutels. Bizar. Altijd na school, dan ben je de huissleutel kwijt. Ja. En dan heb je die baby kwijt. Krijg je weer een kleine hartaanval. Dan denk je, oh nee. Letterlijk. En uiteindelijk gewoon in je broekzak, weet je wel. Letterlijk. Maar ik zijn nog niet zo van vijanden tegenkomen. Ik moest je eigenlijk even inhalen met de kills, hè. Ja, dan ga je rechts een airdrop trouwens. Oh, ja, waar zouden nu mensen vandaan komen? Ik zie gewoon helemaal niemand, hè. Jij bent een Fortnite pro. Oké, ik ga even mijn brein gebruiken. Fortnite-brein. Ja, hier zijn juist de meeste mensen. Ik denk dat op deze lijn, deze hieronder, komen juist alle mensen. Oh, ik heb hier een shield keg. Weet je wat dat is? Geen idee. Kijk! kunnen we er iets leren? De shield keg is een mooi ding, want die leg je gewoon neer en die kan jou 100 shield geven. Maar die kan niet alleen mij 100 shield geven, gewoon iedereen die eromheen staat. Oh, huh? Oh, nice! Kijk, dat is handel, hè? Dat is handel. Kijk, okay, we hebben er weer iets geleerd, dat is top. Heb je veel winst gehad vroeger, of niet? Dit is alweer zo lang geleden. Ik ben alles vergeten, maar ik heb wel wat winst gepakt. Ja, hier is mensen. Oh, hij is... Oh, dit zijn goeie. Oh! Hey bro, maar dit zijn mensen die komen niet buiten. Die komen oprecht niet buiten. Misschien moeten we deze gewoon laten. Kijk. Wat een snotjoch. Ja, maar dit is ongelooflijk. Zij zijn aan het fighten met elkaar. Nee, ze doen gewoon leuk. Oeh, ze lopen hier links, hè? Ja, denk erom. Ah, wat een snotjoggen. Ja, maar okay, we moeten ze toch een keer fighten, hè, eigenlijk. Ja, maar, dat kan later. Misschien als ze in fight zijn met andere mensen, moeten wij gewoon gaan cleanen. Oh, ze zijn nu in fight. Oh, hier ligt loot. Maar dat is echt snotjoggen, man. Oh, er zit ook een shotgun bij. Prime shotgun goud. Ik ga hem gewoon meenemen, joh. Zo, maat, kijk dit. Er zijn echt veel mensen neergegaan. Morgen. Oh, wat moet je ook pakken, ook? Ja, dat is de vraag soms ook. Oké, er zijn nog 6 mensen alive. Er zijn nog twee andere teams, dat zijn sowieso die goeie, die hier zitten. Ja. Gaan we ze fighten, is de vraag. Dat is de vraag. Het is wel scary. Ja, we kunnen het wel gewoon proberen, toch? Ja, we kunnen het gaan... Wacht. Okay, als we een beetje gewoon sneaky erop afgaan, ja? Oh, hier ligt ook een bloed. Een big? Weet je, kun je die meenemen? Ja. Gewoon sneaky eraf gaan. En moeten we ze eigenlijk gewoon tegelijk gaan laseren. Oké. Waar zijn dit ze? Dit gaat zo fout. Ik denk dat ze hier boven zitten. Zitten ze nog boven? Ja, zitten boven. Okay, ze hebben ons 100% gehoord. Dit zijn van die pro's, jongen. Was je gekruist de hele tijd? We zitten wel in de cirkel, trouwens. Dus... Nice. Oh, dit zijn ze. Oh, dit gaat fout. Dit gaat 100% fout. Kun je hem raken of niet? Kom, tik hem. Oh, oké, ze hebben ons gezien al. Oké. Lekker bouwen. Ze bouwen zeg maar echt 10 keer sneller dan ik. Bij mij hierheen. Oh, ik ben neer. Ja, dit zijn no-livers. Jordi, dit gaat fout. Dit zijn no-livers. Ja? Ja, dit zijn no-livers. Oh, maar deze. Maar ja, aan je duimen. Je kan dit best. Oh! Kom op. Probeer het zo lang mogelijk te overleven. Nee, controller, werk mee! Oh. Nee, waar komen ze vandaan? Je eerste potje, ben je 30 geworden. Dus ik wil zeker even, ik vind het sowieso live waard. Dames en heren, check me even uit in de beschrijving. Abonneer op zijn kanaal, abonneer op mijn kanaal. En dan kan ik alleen zeggen, dat is de groeten.